Nijmegen krijgt de langste 3D-geprinte brug van de wereld. Vrijdagochtend kwamen Rijkswaterstaat, wethouders en bewoners van Dukenburg bijeen om in Eindhoven te kijken naar het printproces van deze brug. Rijkswaterstaat wil zo ervaring opdoen over de mogelijkheden die 3D-printen biedt voor duurzame bouwprojecten. Michiel van der Kleij, ontwerper van de brug, was hier ook bij aanwezig. Michiel kwam ik tegen toen de kracht van Oost, dat is een studie van wat in het oosten, zeg maar, wat is de kracht daarvan. Toen kwam ik Michiel tegen en die vertelde mij een verhaal dat hij bezig was met beton 3D printen. En hij vertelde dat zijn droom vormvrij bouwen is. Daar is eigenlijk het idee geboren, zeg maar, om een fietsbrug te maken zoals die nu gemaakt gaat worden. Ja, het is heel erg leuk dat we hier vandaag staan. Vorig jaar waren we Green Capital of Europe en aan Rijkswaterstaat hadden we gevraagd van goh, zouden jullie ook mee willen doen in de feestelijkheden van het jaar? En Nelly Kels zei gelijk van jawel, met een innovatie. Dat zouden we echt heel erg leuk vinden. Dat was eigenlijk het initiatief om samen te komen tot deze 3D geprinte brug die hier in deze hal wordt gemaakt. Voordeel van 3D-printen is de flexibiliteit om te maken. Het is een vrij kleine hal en er wordt dus een enorme brug gemaakt ter plaatse. Dus ook in het plaatsen van zaken, in het monteren heeft dat voordelen. En veel minder materiaalgebruik. Dus in het kader van duurzaamheid is dat ook een voordeel. Het is dus eigenlijk heel snel gegaan. Want ja, vorig jaar waren we Green Capital en toen kwamen we met elkaar daarover aan de praat. En in de zomer wordt hij dus al geplaatst. Ik wilde heel graag iets maken wat heel specifiek was voor 3D-printen. Nou, wat je bij normale bruggen ziet, het is een poot. Bijna een rechte poot van beton en dan een ligger erop. En dan heb je het. En ik wilde heel graag een organisch geheel maken. Dus waarbij je langzaam de poot ziet groeien als het ware in het wegdek. En elke poot is ook nog eens een keer verschillend. Zo'n vorm, ik kan hem hier laten zien, dit, dat kan je helemaal niet. Daar kun je geen mal van maken. Of met heel veel moeite kun je daar maar een mal van maken. En dat kan je dus ook eigenlijk specifiek voor 3D-printen noemen.